Hallo, leuk dat je kijkt naar Link Media. Mijn naam is Stephanie en vandaag heb ik te gast Corleone. Welkom. Dankjewel. Voor de kijkers, stel jezelf eens voor. Wie ben je? Wat doe je allemaal? Ja, nou, mijn naam is Cor. Cor Verdoes eigenlijk gewoon. Maar het artiestennaam is Corleone. Ik ben ondertussen al 33 jaar. En ik ben een muzikant. En ik heb de afgelopen jaren heel hard gewerkt aan nieuwe muziek. En ik denk dat dat ook wel een beetje de reden is dat ik hier vandaag zit. Dus heel leuk dat ik er mag zijn. En naast dat ik muziek maak, hou ik me ook bezig met acteren. En voorlichtingen geven op scholen over allemaal verschillende onderwerpen. En ja, dat is het wel een beetje. Hartstikke leuk. Ja. Hartstikke druk ook, zoals ik het begrijp. Ja, zeker. Zeker stilzitten is niet iets wat ik graag doe. Maar het is af en toe wel fijn om gewoon even gas terug te kunnen nemen. Maar nu dat eenmaal die trein aan het rijden is, is het wel gewoon fijn om hem lekker te laten doortuffen, zeg maar. Ja, nou fantastisch. Ja, zoals je zelf aangeeft, je bent hier ook natuurlijk vanwege je nieuwe plaat. Mm-hmm. Wat kan je daar eventueel over vertellen? Ja, nou, het nieuwe nummer wat ik nu heb uitgebracht, dat heet Zonder. Eigenlijk nadat de voice-trein was vertrokken en alles heel hard ging, kwam dat ineens heel snel tot stilstand eigenlijk weer door corona. En dat gaf heel veel tijd en ruimte om te werken aan nieuwe muziek en om ook een beetje het zingen op te pakken. Want ik was bij de voice begonnen met zingen en ik wilde daar heel graag meer aan doen. Nou, en zo kreeg ik 2 jaar de tijd om daar mijn best voor te doen. Dus daar heb ik heel hard aan gewerkt. Ik heb heel veel mooie nieuwe liedjes mogen maken. En dit is zeg maar de eerste dan in de reeks. En deze is eigenlijk ontstaan uit een gedichtje. En dat gedichtje was De klok kiest geen kleur, raak de tel nooit kwijt. Dus met andere woorden, de klok en de tijd maakt geen onderscheid. Dus als je iets wilt, doe het nu. En ik vond dat zo mooi dat ik eigenlijk dacht van, laten we hier een liedje omheen maken. Dus in plaats van dat je normaal een melodie hebt en dat je denkt, hey, dit is een catchy melodietje, hier gaan we een liedje van verzinnen, hadden we nu een stukje tekst en daaromheen hebben we het liedje gemaakt eigenlijk. Dus dat is in het kort over Zonder. Fantastisch. Jij ziet mij, ik ben er weer na zo lang, stopt de tijd. Dit is zeldzaam, ons samen zijn. Blijf je bij, blijf je bij, blijf je bij. Het heeft lang geduurd, heb niet alle tijd. De klok kiest geen kleur, raak de tel nooit kwijt. Wat er ook gebeurt, ik wil dat je schijnt. Als je naast me bent, wil ik dat je blijft. Ja, een prachtige clip ook. Dankjewel. Heb ik gezien. En ja, ja, want ik vroeg mij af inderdaad, hoe ga je dan te werk als je aan zo'n videoclip begint of aan zo'n liedje? Ja. En je geeft natuurlijk zelf wel aan, het is ontstaan vanwege een gedicht. Ja. Een prachtig verhaal eigenlijk eromheen. En de videoclip, heb je daar nog bepaalde ideeën bij gehad? Dat je dacht, toen je het maakte van, nou zo moet het, dat heb ik in mijn hoofd. Ja, ja. Nou, ik zit zeg maar bij een management, PVT heet dat, PVT Entertainment. En die helpen mij heel erg met het verzinnen van ja, alles eigenlijk om jouw artiest zijn heen. En het idee was eigenlijk om naar Luxemburg te gaan voor deze video. En we hadden ook een dame in de video dan die dan meeging. Een actrice. Maar het ging die dag heel hard regenen in Luxemburg. Dus wij hadden een keus van oké, of we moeten het weer verzetten. Of we gaan kijken of we ergens anders heen konden gaan. En dat werd dan Brugge, dus België. En zijn we dus lekker naar België gegaan en moest ook natuurlijk het verhaaltje in de clip veranderd worden, want je bent niet meer op die locatie, maar ergens anders. En dus hebben we gewoon gedacht van, nou, we gaan gewoon een leuke dag hebben en we leggen dat gewoon vast. En dat is eigenlijk de story voor de video geworden, gewoon een leuke dag samen hebben. Dus eigenlijk die klok gewoon niet voorbij laten gaan en het gewoon leuk hebben samen, zeg maar. Ja, gaaf, fantastisch. Ja. Ja, dat is ook zeker te zien in de clip. Dankjewel. Dat je dat, ja, dat is terug te zien. Hartstikke mooi. Top. Leuk. Komt er ook nog nieuwe muziek aan? Een hele hoop. Wat ik zei, we hebben 2 jaar echt gewerkt aan nieuwe platen. En de volgende plaat die uit gaat komen zal waarschijnlijk richting eind januari al zijn.
Ja, dus ik vind het heel erg leuk dat we nu gewoon, zeg maar, een eerste indruk hebben kunnen maken dan met Zonder. Dus hè, met het liedje waarvoor we hier nu zijn. En dan januari weer, nou en dan een tijdje daarna weer, en dan een tijdje daarna weer. Want nu is het gewoon doorpakken. En zal het gewoon zo zijn dat je gewoon om de zoveel tijd gewoon van mij nieuwe muziek krijgt. Verder doe je ook nog, heb je ook nog andere projecten, zoals Horizontaal en Puls, heb ik begrepen. Ja. Hartstikke leuk. Wat wil je daar nog over vertellen? Ja, nou ten eerste Horizontaal, dat is een project wat ik toen de tijd ben gestart met Kevin Mac. Dat is de voormalig stadsdichter, ook van Nissebaard. En wij hebben daar eigenlijk een concept mee bedacht waarbij we in de Boekenberg in Spijkenisse organiseren we een avond vol met woordkunst. Dus denk aan spoken word, denk aan gewoon gedichten, denk aan muziek. Eigenlijk alles wat omvattend is met woordkunst, dat komt daar voorbij. En nu willen we het ook gaan koppelen aan zeg maar, ja, topics die gewoon heel belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid, denk bijvoorbeeld aan mensen die misschien die een beetje depressief zijn, mensen die moeite hebben met naar buiten komen. Dat soort dingen willen we er ook in gaan betrekken, zodat we ook die mensen misschien een beetje een hart onder de riem kunnen steken. Dus het is echt een beetje een maatschappelijk ding aan het worden eigenlijk. Het is echt iets heel moois. En daar zijn we ook heel blij mee om dat te kunnen doen. Dus ja, dat is nu de vierde editie geweest vorige maand, geloof ik. Of die maand oktober was dat. En nou ja, in het nieuwe jaar gaan we er gewoon ook weer twee doen waarschijnlijk. Dus heel erg leuk. Daar zijn we heel blij mee dat we dat mogen doen en kunnen doen. En Puls. Ja, Puls, dat is ook iets heel moois. Daar zijn we in 2017 is dat gestart. En dat is een collectief eigenlijk van muzikanten en creatievelingen die samenkomen om eigenlijk elkaar te motiveren en te ondersteunen om samen een beetje te groeien. En nou heb ik het afgelopen jaar dan heel erg intensief daaraan meegewerkt om dat eigenlijk op stoom weer te krijgen, zeg maar. En dan hebben we daar maandelijks een jam sessie voor bij de Murray's in Spijkenisse. Iedere derde donderdag van de maand. En dan komen alle muzikanten bij elkaar. Die gaan dan allemaal gezellig met elkaar spelen. En ja, muziek spelen, hè? Niet met klei. En ja, het is gewoon ontzettend leuk om te zien dat je beginnende muzikanten en mensen die al jaren bezig zijn bij elkaar kan krijgen. En die gaan elkaar dan daarin motiveren. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je, ja, nieuw leven geeft aan iets. En dat is gewoon heel mooi. En daarnaast organiseren we workshops om de muzikanten ook te ondersteunen. Dus nee, al met al is het gewoon iets wat, ja, vooral op sociaal vlak, zeg maar, en gewoon als community is het iets wat heel erg leeft, Puls. En dus voor alle muzikanten die kijken en luisteren, kijk even online, zoek Puls op hier in Nissewaard, Spijkenisse. En ja, we zijn er eigenlijk om iedereen te ondersteunen op het gebied van muziek en ontwikkeling. Dus ja, als je nog niet betrokken bent bij Puls, dan sla nu je slag en meld je aan. Ja. Nou, fantastisch. Kijk er naar uit. Dankjewel. Ja. Leuk. Ja, voor degenen die hier benieuwd naar zijn, ik zou zeggen, volg hem op YouTube. Corleone Music, ja. Als ik het goed zeg. Klopt. Ja, heel daar goed. Daar is de video van Zonder ook terug te zien. Leuk. Nou, bedankt voor je komst, zou ik zeggen. En ik wens je heel veel geluk, plezier in het maken van nieuwe video's, nieuwe muziek. Dank je. En wie weet, misschien zien we je nog een keertje terug hier. Zeker weten. Dank je wel. Ja, daar heel bedankt. Dus laat me nu niet los, pak me stevig bij. Want niemand die kan zonder, niemand kan laten.